Hartelijk welkom bij RTV Actueel. We zijn op dinsdag 23 februari te gast bij Twist. U kent dat wel, want hier zijn twee avonden de Oranje Vereniging neergestreken om een jaarvergadering te houden. We zijn op de tweede avond en eigenlijk is het grote gedeelte al gisteren geweest, op de maandag, maar de tweede avond, vanavond dus de 23e, wordt er een terugblik gegeven op die jaarvergadering. Met alle nieuwtjes die staan te wachten, vandaar dat ik spreek met Gijs de Graaf, voorzitter van de Oranje Vereniging. Maandag, het is nu dinsdag, maandag is de jaarvergadering geweest. Toen ging het er eigenlijk om, hè? Ja, op maandag dan hebben we een jaarvergadering en dan is eigenlijk de officiële jaarvergadering. Dat je kunt één vergadering in het jaar houden. Maar we hebben een grote club en vroeger, toen Wilhelmina de bingo deed en Juliana het toneelstuk. En toen zijn we samen gegaan en als compromis hebben we toegesloten van de ene avond hebben we dus toneel en de andere avond hebben we bingo en dat wisselen we. Dus het ene jaar is het toneel op dinsdag en het andere jaar is het toneel op maandag. Dus iedereen heeft dus zijn eigen jaar, echt de jaarvergadering. Het is niet zo dat als je nu de tweede avond komt dat je eigenlijk alleen maar moet aanhoren wat er gisteren op de jaarvergadering is besloten? Nee, wij blikken dan wat terug op wat er gisteren gebeurd is, maar we hebben wel een rondvraag en in die rondvraag kunnen mensen even goed hun vragen stellen en die zullen wij ook meenemen, maar die zijn niet officieel voor de jaarvergadering, maar we geven daar wel aandacht aan. Is er dan wel commentaar op de tweede of zijn de kritische mensen gisteravond geweest? Nou, kritische mensen zitten overal. Die zitten en bij het toneel en die zitten ook bij de bingo's, maar de meeste vragen die kunnen wij gewoon beantwoorden, gelukkig. En we zijn natuurlijk allemaal benieuwd hoe dat gaat op Koningsdag, 27 april. Kun je daar iets over zeggen? Ja, op Koningsdag dan, wij beginnen officieel eigenlijk op 21 april. Want dan hebben we de kindermorgen van alle scholen. En dan op 27 april dan beginnen we dus morgens met de heer Ruiten. En dan gaan we iedereen wijken blazen. En daarna gaan we dus de baden doen. Het feest op Spuiplein, een fietstocht en de lampionoptocht en het vuurwerk. En het concert in de Zuiderkerk. Oh, ja. Is er ook iets nieuws dat je denkt van nou, dat is echt iets anders dan vorig jaar? Nee. Dit jaar is er, het enige wat nieuws is dat we een nieuw lied hebben in Norbaden. En dat is het enige. En dan zijn de scholen nu wel hard aan het oefenen? De scholen hebben de blaadjes en die mogen dat alvast oefenen. Okay. En dan met opbouwen mogen ze laten horen. Ja. Het is niet zo dat op de jaarvergadering iemand opstaat die zegt van kunnen we eens een keer dat of dat doen? Dat is in het verleden wel eens gebeurd. En dan hebben we gelijk gevraagd van oké, ga ons dan vertellen precies wat je bedoelt. En dan zien we ze niet meer. Nee. Ze laten het meestal over aan ons. Ja, vorig jaar hadden jullie de grote jaarvergadering, hè, van de Nationale Oranje Comité. Kijk je daar nog vrolijk op terug? Ja, wij hebben, ik zal het anders zeggen, als ik de foto's nog zie, die zie ik dan regelmatig en dan ga ik glimmen. Ja. Het is echt, dat was een dag, zoals we eigenlijk, ja, die is je gegeven, een schitterende dag. Echt. Ja. En ook onze vrijwilligers die die dag van 's morgens 7 tot 's avonds 12 uur druk geweest zijn, die zeggen ook van, kan het volgend jaar weer? Ja. Zo gezellig. Ja. Want ik heb jouw openingsreden gezien, zeg maar, en dan sta je op de kansel, zeg. En dat deed je toch op een eigen manier? Ja, weet je, het is, ieder is zichzelf. En als je iemand gaat imiteren, dan wordt het niks. Ja. Ik zeg gewoon, ga er staan, doe gewoon zoals je zelf bent en dat is het leukste. Jawel, maar je had de lachers en de klappers op je hand. Ja, maar dat is ook de bedoeling. En ik hou niet van lange speeches. Ik heb meestal een blaadje liggen met 3 of 4 of 5 punten erop. En dan breid ik wat omheen. Ja. Dat vind ik het leukst. Ja, dat is ook goed. Dit jaar zijn er nog bijzonderheden? Is er nog iets anders? Heb je ooit nog wel eens een keer overwogen? We hebben een tijdje geleden op het parkeerterrein gestaan van het gemeentehuis. Dat is helemaal weg, hè? Nee hoor, dat is niet weg. Nee hoor. Maar niet als grote abadeplaats. Ja, nou, maar kijk, toen de tijd, dat is dus dan weer een jaar of 4, 5 terug. Zo? Ja, want wij wisten, en soms kunnen we in de toekomst kijken, dat we gekort zouden worden. En wij zijn daar naartoe gegaan om te kijken of we op een bepaalde zaak konden bezuinigen. En goed, vorig jaar, toen hebben we dus de grote bezuiniging gehad voor al de verenigingen. En daar waren wij dus een aantal jaren terug al mee begonnen om daarop in te spelen. En als we dan naar onze financiën kijken, dan zeggen we, dat hebben we toch goed gezien. Ja, precies. Nog even de persoonlijke verhaal als laatste. Was hier ooit een kermis zo bij de carillon. Gaan wij daar nog een keer in?
In het reuzenrad? In het reuzenrad. Ja, kijk, er zijn mensen daarna jaloers op ons geworden. En ik heb ook een aantal interviewers hebben gehoord die zeggen van, ja, die Maarten heeft daar wel gescoord. Okay. Want op een hoger niveau kun je niet komen. Nee. Om een interview te houden. Nee, maar goed, wij zaten bovenop en je keek mooi over het hele dorp heen. Ja, we hadden een heel mooi gezicht. Okay. Ik wil nog wel even melden, we hebben gisteren wel Tijmen de Jong. Die is 25 jaar in bestuur. Ja. En die hebben we voorzien van een hele mooie botter en zijn vrouw van een nette bos bloemen. Ja, en die had al een pluim. En die had al een pluim en die boot die vaart nu richting de pluim. Oh ja, zo kan het ook natuurlijk. Ja, hij heeft hem in zijn kamer staan en de boot vaart richting de pluim. Oh, hartstikke. En voor dat betreft houden we het hierbij. RTV Actueel, graag tot een andere keer. Dag.